Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een Drama Horse live voor jullie. En dit had ik bijna 3 jaar geleden ook al gemaakt. Maar het leek me heel leuk om dit weer opnieuw te doen. Omdat er is best wel veel veranderd ondertussen. En het leek mij leuk om dit wat uitgebreider ook te maken. Dus er komen ook meerdere delen hiervan. En laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Ik was best wel jong toen ik begon met paardrijden. Of nou ja, ook weer niet zo jong. Maar de eerste keer dat ik op een paard zat, dat was op de camping. En toen was ik iets van 6 jaar oud. En toen zat ik zonder cap, wel met een begeleider, op een heel groot paard. Dat was volgens mij wel heel gaaf om te zien, zo'n kleine meid op zo'n groot paard. Maar eigenlijk ben ik toen niet gelijk verder gegaan met paardrijden. Ik vond het wel helemaal geweldig zo op een paard zitten, maar ik ging er niet meteen mee verder. Dus 2 jaar later hing ik heel vaak met een vriendin en mijn vader rond op een soort van kinderboerderij. Daar hadden ze kippen, geitjes, varkens en ook paarden. En daar hadden ze eigenlijk ook een beetje een mini manege, want daar hielden ze ook lessen en zo. En ik hing daar dus best wel vaak rond. En op een dag kwam ik daar een meisje tegen en zij bleek daar ook paardrijlessen te volgen. En ze vroeg aan mij van, ja, vind je paarden leuk? En lijkt het je misschien wat om hier te lessen? En je moet even nagaan, ze was ongeveer 2 jaar ouder dan ik. En ik was toen 8 jaar, maar ja, mij leek het echt superleuk om te gaan paardrijden. Dus ik ging naar mijn moeder toe en ging smeken of ik op paardrijden mocht. Nou ja, het was niet zo dramatisch hoor, maar mijn moeder vond het goed. Dus toen ging ik op paardrijden. Ik had alleen nog geen paardrijbroek of paardrijlaarzen en ook nog geen cap. Die mocht ik wel lenen daar op de manege. Ik had mijn eerste les en eigenlijk was het zo dat die les was gecanceld, want het regende een beetje en ze hebben daar alleen maar buitenbakken. Maar dat hadden ze niet aan ons doorgegeven, dus wij waren toch gekomen en toen zeiden ze van, nou, hè, omdat je toch bent gekomen, dan mag je wel even een privélesje van ons. En toen had ik mijn eerste paardrijles op mijn 8e, 9e ongeveer. En dat was op een fjord met hele lange manen en ik denk stiekem dat mijn liefde voor fjorden hier vandaan komt. In ieder geval ging ik verder met lessen en in het begin moesten we nog achter elkaar rijden. Want ik zat in een groepje met beginners en dan kan je natuurlijk nog niet zo heel goed sturen en dan weet je het allemaal nog niet. Dus reden we netjes achter elkaar. En naast rijden leerde ik natuurlijk ook het verzorgen van een paard, het poetsen, het opzadelen. En leerde ik ook wat voor lekkers je aan een paard mag geven. En daarbij kreeg ik ook een lievelingspaard daar op die manege. En dat weet ik ook nog best wel goed. Ze heette Sonar en was een schimmelmerrie. Later ging ik ook meedoen met wedstrijden en mijn eerste wedstrijd was op Sonar. En toen viel ik net niet in de prijzen dat je een beker kreeg, maar wel een rosette. En dat vond ik echt heel leuk om te doen. In die zomer ging ik ook voor het eerst op ponykamp samen met mijn nichtje. Want zij was dat jaar ook begonnen met paardrijden. En dat ponykamp was bij De Hoeve in Elst. En mijn verzorgpony van die week was Nancy. Later mocht ik op de manege ook op wat moeilijkere paarden rijden. Zo werd ik een keer op Power gezet. En Power was een best wel forse wels. En hij probeerde iedereen eraf te gooien. En bij mij heeft hij het wel 4 keer in 1 les gedaan. En volgens mij ben ik in totaal 6 keer van hem afgevallen. Dus op zich valt het nog wel mee. Maar ondanks al die vallen vond ik Power geweldig. Want ik vond hem wel heel leuk omdat niemand anders hem leuk vond. En dan mocht ik best wel vaak op hem rijden. En daarbij mocht ik ook op het grootste paard van stal rijden. En je moet even nagaan, ik was toen 9 of 10 en toen mocht ik op een enorm paard rijden en galoppeerden we ook gewoon met z'n tweetjes door de bak heen. Toch wel knap dat zo'n groot paard naar zo'n klein meisje luistert. Op deze manege hadden ze helaas alleen best wel slechte buitenbakken, dus in de winter kon je bijna nooit rijden, want dan was de bak veel te nat. Dus in de winter ging ik meestal wel naar de manege om lekker met de paarden te knuffelen, te wandelen. Ik mocht ze ook in de wei losgooien. Of ik ging gewoon klusjes doen, een beetje poetsen. Maar omdat ik toch graag wel echt wilde rijden en ook gewoon in het winterseizoen wilde rijden, ging ik op zoek naar een manege met binnenbak. En zo kwam ik uit op manege Tiele, want daar hebben ze 3 binnenbakken. En ook nog eens veel meer manegeponies. Dus ik schreef me daarin en mocht eigenlijk al heel gauw daar op les. En mijn eerste les was op Gloria. Op manege Tiele heb ik ook weer heel veel nieuwe ervaringen opgedaan. Zoals mijn eerste echte buitenrit. Heb ik ook meegedaan aan mijn eerste FNRS wedstrijd. Dat was met Twinkle. En volgens mij deden we F3 en werden we meteen eerste. Dus dat was super leuk. En op manege Tiele heb ik ook voor het eerst gesprongen. Dit was dan deel 1. In deel 2 ga ik jullie meer vertellen over mijn verzorgponies. Ook vertel ik jullie over een hele pijnlijke val toen ik onder een paard kwam. En nog veel meer. Dus ik hoop dat jullie ook naar de volgende video gaan kijken. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan tot de volgende keer. Doei doei!